ben mij gevraagd of u nog eens een keer een rondleiding wou geven van ons huis. Dit in verband met, is het wel groot genoeg allemaal? Nou, dan zie je, ik film dit met een fisheye lens, dus dan lijkt het natuurlijk allemaal nog veel groter. Maar dit is dus ons bed. En als je slaapt, is dus de hele ruimte onze slaapkamer. Daar heb je genoeg aan. Meer heb je niet nodig. Nou, dan hebben we dus werkplek. Geert's werkplek. Die zit daar altijd. En als je nou een groot huis hebt, of je leeft in een camper zoals wij, je zit daar en je bent aan het werk. Of aan het haken. Zie dat? Weer een nieuwe muts. Meer dan genoeg. Ruimte genoeg. Ontbijten. Ja, we zijn aan het ontbijten nu. Gea heeft altijd de laptop, moet ik even erbij zeggen, op schoot. En ik heb namelijk, want dit is mijn werkplek. En ik heb mijn laptop hier staan. Kijk, dan ga ik even zitten. En dan zie je, ruimte genoeg. Hier ook. Zie? Ruimte genoeg. Nou, dan hebben we de keuken. Een normale kraan met een normale wasbak, warm water. Je moet alleen even een knopje omhalen, zeg maar, om waterdruk op de kraan te zetten. Voldoende werkruimte op ons aanrechtblad. Een volwaardige koelkast en volwaardige vriezer daar. En hier de toilet. En dat is dan wel een portapotty, klein. Maar daar staat normaal de wasmand. Maar deze ruimte is 1 meter 15 bij 70. En dan hebben we dus een ruime wc. Alleen een wasmachine hebben we niet. En daar komt Gea net terug van de was. Even de wasmachine. Was de was klaar? De was in het droge gedaan? Ja. Ja, zie? Dus, ja, wat heb je dan nog meer nodig? Meer niet, toch? Nou, en waarom heb ik dat even laten zien? Natuurlijk omdat er om gevraagd werd. Maar ook omdat het even, dat ik even wil aangeven dat je dus in een kleine ruimte gerust kunt wonen. Ik heb slecht nieuws. Ook nog. De bus gaat niet door, die Mercedes-bus. Nee, die eigenaar, Jan, die zei, ik dacht dat jij er ook bij betrokken zou zijn, maar ik heb daar geen tijd voor. Dus, en toen ik dat zei, toen heeft hij zich teruggetrokken. En dat snap ik ook wel. Maar je geeft niet zomaar zo'n auto zomaar weg aan een groepje mensen die je helemaal niet kent. Maar hij vertrouwde mij volledig en met mij erbij had hij dat willen doen. Maar ik heb daar geen tijd voor. Sorry. Dus we zullen, als er toch wat moet gebeuren, zeg maar, zullen we toch de crowdfunding actie, zeg maar, moeten zien te realiseren. Alleen, ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb er ook geen tijd voor. Vandaar dat ik jullie heb gevraagd, wil je dat voor me doen? Hè? Als dat niet gaat lukken, zo'n crowdfunding, is mij een tip gegeven door een van jullie. Ik heb net even gezocht, maar ik kan het zo snel niet weer vinden wie dat was. Maar dat was een hele goede tip. Die zei, je hoeft het helemaal niet te doen voor een ander. Maar die persoon kan het ook zelf. Want, kijk, stel dat hij nou de huur opzegt. En dan heeft hij dus geen gas en licht en huur te betalen allemaal. Dan spaart hij heel veel geld uit. En hij zou dan tijdelijk gaan wonen bij familie in. Dat kan ook, hè. Desnoods in het schuurtje van een familie, als het mooi weer is. En dan kun je maandenlang kun je dat geld sparen. En dan kun je zelf een campertje kopen. Desnoods ga je bij kennissen, familie, vrienden, buren. Hè, wie dat ook maar, zeg maar, akkoord vindt dat je bij hun in gaat wonen. Op zolder wonen. In plaats van in de schuur. Maar, wat je wel moet doen is, als je dat allemaal gaat doen, hè, voordat je de huur opzegt en zo, zorg dat je een briefadres krijgt. Dat je dat voor elkaar hebt. Maar dat is in sommige gemeenten nog een heel gesloten mythe. Dus, briefadres, een plek om te wonen, om heel goedkoop te wonen. Dan kun je zelf gaan sparen. Dan kun je zelf de camper betalen. Misschien is dat nog wel veel beter.
Nou, jammer dat het niet door zou gaan met de bus. Alsnog bedankt Jan voor het aanbod, want dit vond ik super. En moet maar eens even zien, misschien wordt het nog wat, misschien ook niet. Maar je kunt in ieder geval zelf alvast wat doen. Je kunt zelf op pad gaan, je kunt zelf gaan sparen. Het is mogelijk.